is er een brandweerdemonstratie, organiseerd door de vrijwillige brandweer Hellendoorn. Er wordt op de oude manieren brand geblust en op de moderne manieren. Henk Webbing zorgt voor commentaar bij alle activiteiten. Als eerste kreeg we even een demonstratie hoe het vroeger ging als er brand was. Dan werden de emmers water deurig in. En de wichter mag ook wel, Henk Mannhoff, die heeft zelf een draad. En de volle emmers, tenminste als er nog wat in zit, wat deurig geven aan Joop Broezen. En Joop mag de brand blussen. Afijn, waar rond is, is ook vuur. En Joop zorgt dat er nu komt. Er is een auto in de brand. Bel de brandweer. Dan komen we aan met roeiende sirene. Enfin, de slang wordt u er rond. Maar ja, een autobrand die kun je niet met water blussen. Dus wordt dat met een speciaal schuim dan. En je ziet, de Helderse brandweer is goed berekend voor de taak. En binnen de kort mogelijke kern in de vlam gedoofd. Maar ja, er is nog een auto betrokken bij het ongeval en er zit nog een slachtoffer in. Dus ook de volgende brandweerwagen met materiaal komt erbij. Wordt het slachtoffer, wordt er verder te route gehaald. En de deur wordt eruit geknipt. En verder even met de demonstratie. Huis in de brand. Persluk, maskers. Kijk, je kunt slachtoffer al zien staan in het brandende huis. Kijkt er vast erin. Oh. Dat gaat thans worden nog vast maar. Ja, ik dacht de haan niet voor een vuur gesteken. Over vuur gesproken, dit vuur is natuurlijk ook zo geblust. Het is keuken weer. Kima Junior. Stalla. Stalla. Schrobbing. Ze hebben de kennelijke lol. Kijk nou nog meer kunnen raken als het vuur.